Murray Head. En One Night in Bangkok was dat. Het is 10:01. Welkom bij de show, vrienden. Luister mee naar Keur in de Middag. Gisteren met veel plezier gekeken naar dat datingprogramma. Luister mee naar Keur in de Middag. First Dates. En een van de gasten daarin was... Sipke Jan Bousema. Sipke Jan Bousema, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Nee. Hoe was het? Want ik zag jullie met z'n tweeën gisteren en ik dacht, nou, wat zijn ze leuk samen. Ze zijn hele vrolijke, vrolijke vogel ook die daarbij aan tafel zat. Ja, dat was het ook. Wij zijn ook heel gezellig samen en we hadden ook wel een connectie. Ik vond ook wel weer redelijk resoluut hoe je zei nee. Ik zal je zeggen, ik zei van, nou luister, ik vond het hartstikke leuk, zei ik bij de opname na afloop. Ik weet zeker als vrienden naar de uitzending keken en ik had ja gezegd. Dan hadden ze tegen mij gezegd, Sipke, kom op. Ja. Dit is geen liefdesmateriaal, zeg maar. Wel eerlijk ook. Eerlijk. Ja. Was het wel materiaal voor, zoals ze dat in de wandelgangen ook wel noemen, een one night stand? Voor jou misschien? Zijn toch vragen, nee, voor mij jou? Niet. Nee, ik val niet op vrouwelijk. Nee. Daarom gaat het met ons ook steeds mis, heb ik jou. Nee. wat er nou gebeurde in de uitzending. Het is dit jaar Roze Zaterdag op 20 juni. En dat is expliciet de dag dat mijn moeder jarig was. Oh. En ik vertel dus over mijn moeder en mijn vader. Die ontzettend lief voor mij en mijn broer. Want mijn broer is ook gay, zijn geweest. En eigenlijk overal de vlag als het ware uithingen als het maar nodig was. Ja. Zij stonden voor hun kinderen en ze hebben ons altijd omarmd. En, nou, dat deed je wat. Dat deed me wat, ja. Dat zag ik, ja. Ja.